Ik ben zo niet gemaakt om stil te zitten. Goedemorgen, het is zondag, eerste paasdag en we gaan zo brunchen bij mijn ouders en dat kan gewoon volgens de regels. Ik heb die leuke warehouse jurk weer aan met die splitjes en mijn sneakers, want door de blaren kan ik nog steeds niks anders aan mijn voeten en ik heb het echt geprobeerd. En ik had één paar laarsje die doen, die wat plattere, maar echt, die zagen er niet uit onder. Die andere, die vagebondlaarsjes, dat deed echt heel veel oud toen ik hem al halverwege aan had. Ze zitten niet strak, maar sluiten echt heel goed aan. Dus daar gilde ik me uit. Dus eigenlijk alleen deze bleef over. Oh ja, zij gaat in de pyjama mee. Oh jeetje, daar ging de cracker. En goedemorgen. Ik heb lekker een smoothie gemaakt. Echt heerlijk. En het is vandaag zondag en we gaan met haar oma paasontbijt en brunch doen. Kijk hoe schattig. Die zwommen hier in de sloot. Er zijn er echt veel, hè? Ja. We zijn weer thuis. En we hebben de fiets meegenomen. Dus Sarah is echt het gelukkigste kind van de wereld. Die is voor de deur lekker buiten aan het fietsen. En ik ga mijn eten lekker in de tuin klaarmaken. Want het is heerlijk weer. Morgen wordt het minder, dus ik wil er echt van genieten. En we eten lekker weer pasta, pesto met spersieboontjes en kippie. Dus even vaste boontjes klaarzetten. En dan, het zonnetje trekt alleen nu even net achter de wolken. Dus dat is echt heel jammer. Ik heb echt behoefte aan zon. Veel zon. Dus ik kan lekker meegenieten. De buren hebben muziek aan, dus ik hoef niet eens muziek aan te zetten. Dus ja. Ik ben zo niet gemaakt om stil te zitten. Ik heb die boontje in de tuin gedaan. Dat vind ik lekker even buiten zitten. En dan denk ik, nou, pak even mijn boek en een theetje. En dan ga ik gewoon even lekker buiten zitten. En dan denk ik weer, ja, ik heb nu wel tijd. Ik kan dit doen, ik kan dat doen, ik kan dit even doen, ik kan zo even doen. Dat zit er nou elke keer in mijn haar in het schermpje. Dat zie ik uit mijn ooghoek, maar dat is die lamp. Het lijkt elke keer, omdat ik de camera probeer in te kijken, of er iets uit mijn haar groeit. Maar het zit sowieso niet, want ik had het eigenlijk moeten stylen voor stelhaar. Nu is het een soort halve pluiskrul, maar goed. Dan denk ik toch weer van ja, dan wil ik weer dit, dan wil ik weer dat. Dus ik denk dat ik gewoon even mijn thee nu heb gezet. Even een boek pak, gewoon een hoofdstukje lees, mijn thee drink. En dan gewoon even tussendoor iets doe. En dan weer even verder gaat. Dan doe ik toch een beetje van het zonnetje genieten. En dan ben ik die onrust een beetje kwijt. Want het is eigenlijk gewoon een onrust. Maar goed. That's me. Ik heb Sarah net naar bed gebracht. En toen zij zich aan het omkleden was, was ik nog even op zolder aan het opruimen. Want ze doet toch alles zelf. Ik heb de ladder gevonden. Die gaat de schuur nog in. Die moest er nog in. En ik vond deze, de vliegenlamp. Die was ik al een tijdje kwijt. En nou, vliegenlamp, muggenlamp. Maar die ga ik hier boven op de kast zetten. Want ik heb zo'n last van die muggen nu al. En dan heb ik de airfryer. Dus heb ik in ieder geval twee grote zwarte lelijke dingen op de kast. Dus misschien dat het in balans brengt. En die ga ik dan gewoon voor 's nachts nu aanzetten. En dan hopelijk een stuk minder muggen in huis. Want ik word er echt helemaal krankjoren van. En dan druk ik het nog heel netjes uit, zeg maar. Dus deze krijgt een heel mooi plekje daar nu. Oh, ik richt af en toe zo goed. En dan hopen we dat dat gaat helpen. En dan zie ik je even wegwerken, denk ik, een beetje. Maar dat doe ik dadelijk wel. Nu ga ik even thee zetten en nog even een laatste theetje, denk ik, in de tuin drinken. Want het gaat natuurlijk daar een stuk kouder worden. En
Ja, dan vind ik het niet meer zo fijn in de tuin. En nu schijnt nog zo'n lekker zonnetje, dus ik wil er nog net even van genieten. Ga ik deze in de schuur zetten. En dat werkt niet met één hand. Ik heb weer geëdit en ik ga nog even een paar fotootjes inplakken. Niet dat ik er zin in heb, maar ik vind wel dat ik het even af moet maken. Want dit hele pakket moet er nog in. En dan ben ik bijna bij het einde. Ik wilde eerst tot en met 2019, maar ik denk dat ik net even iets verder ga. En dat ik gewoon, zeg maar, tot de dag waar ik dan uitkom, de laatste keer dat ik bestel ga, dan is dat gewoon voorlopig helemaal afgerond. Auw, ik doe mezelf pijn. Dus ik ga weer alles even klaarzetten en in ieder geval een stukje doen. Tot waar ik zin heb en dan stop ik er gewoon mee. Want ik heb echt zoveel ingeplakt de afgelopen weken. Echt van jaren. Dus ja. We gaan het zo houden. En langzaam, beetje bij beetje, hè, komen we er wel. Dus. En het is een goed begin geweest. Ik krijg de camera op de een of andere manier nooit helemaal in de hoek. De vlog staat daar te renderen trouwens. Op de achtergrond. Ik heb er echt nog veel foto's in, dacht ik. Een foto. Nou, het is gisteren ook weer een beetje de volgorde anders gedaan dan wat het eerst was. Ik had wel, even kijken, deze stapel. Dit zijn foto's die, zeg maar, wel geselecteerd liggen. Bijvoorbeeld een hele vakantie bij elkaar of dat soort dingen. Dus die hoef ik in ieder geval niet elke keer weer door om uit te zoeken. Maar langzaam, beetje bij beetje, komen we. Oh ja, en dat is wel als ik deze periode moet gaan inplakken ooit. En een stuk minder gedaan. Dus dat gaat de zijne tijd dan wel sneller. Ja. Dat is het. En ik heb een beetje pech. De foto die ik dacht ik als eerste nodig heb, die pak ik niet zo snel als dat ik dus hoopte. Ja, life sucks sometimes. Zoals je misschien ondertussen hebt gezien, is het heel veel werk en gaat het heel langzaam. Het wordt wel steeds iets sneller natuurlijk. Elke foto die ik eruit heb, hoef ik niet opnieuw uit te zoeken. Maar voor nu schiet het voor een meter op. Dus ik heb een bak popcorn gemaakt. En die ga ik even eten. En ik heb nog één klein stapeltje die ik wel uitgezocht heb net. Die plak ik dan in. En dan vind ik het genoeg geweest voor vandaag, want zeker dat beginstuk echt, het werd helemaal gek van die stapel elke keer door. Dus hoe verder ik kom, hoe gemotiveerder ik ook ben om door te gaan. Maar ik vind het prima. Ik heb gewoon weer een stuk gedaan. Er zijn weer een paar bladzijden in. Dit is toch weer, denk ik, zo'n stukje van mijn stapel af. Dus ik vind het gewoon goed. Echt zo stom. Ik heb natuurlijk die muggenlamp gevonden. En ik dacht, die doe ik vanavond aan als ik naar bed ga. En ik heb gewoon heel de avond nog geen last gehad van maar één mug. Dus echt alsof ze het voelen of zo. Echt. Maar hij staat er. Dus als ik er hierna weer last van heb, dan is dat prima. Want dan kan ik in ieder geval, het is niet prima. Dat is echt verkeerd verwoord. Maar dan staat hij er. Al hoop ik dat ze nooit met mijn huis in komen. Want dinsdag, het gaat lekker. Ze maken me helemaal gek. Ik maak me ook een beetje helemaal gek. Maar goed, ik ben het laatste aan het opruimen en wegzetten. En dan ga ik zo lekker slapen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Vergeet je niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal. Dat kan hieronder. Druk even op de knop abonneren. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!